ja. Bitcoin USD is de main pairing. Ja, maar dat is ook wat heel veel mensen, als brandende vraag hebben. En wat heel veel mensen ook misschien wel verkeerd, waar mensen het zichzelf heel erg moeilijk mee maken. Ja. Hey, welkom bij Chris. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over de pairing paradox. Oei. Oftewel, Bitcoin en US dollar. Want waar moet je nou tegen treden? Die vraag krijgen we heel vaak. Treed ik nou tegenover Bitcoin of treed ik nou tegenover US dollar? Waarom kijken jullie naar Bitcoin pairings? Waarom kijken andere mensen naar USD pairings? Hoe werkt dat? Mensen worden... Ja, vooral als je ergens echt net binnenkomt. Je komt dus crypto binnen. Dan heb je te maken met dit soort pairings. Ja. Dan moet je ook eigenlijk al direct een keuze gaan maken. En achteraf gaan mensen erover nadenken. Ja, maar wat is het voordeel dan hiervan? Ja. En kan ik het niet beter misschien anders doen? En daarom heet het ook paradox, weet je. Er is niet een eenduidig antwoord op. En alles heeft invloed op zich, op elkaar. Ja, dus... Wat je al zegt, er komen mensen binnen en die kiezen een bepaalde pairing, terwijl ze nog niet weten waarom ze die keuze maken. Nee, en dat is logisch, want je moet ergens beginnen. En deze vraag wordt vaak gesteld, dus dan dachten we, nou maken we daar een filmpje van. Want er is ook niet een eenduidig antwoord op. Hè. Het is niet, oké, dit, dus dat. Nee, het is, weet je, het is ook wel een beetje onduidelijk. Het is een beetje onduidelijk en misschien wazig voor nieuwe mensen. Laat ik beginnen met wat wij voornamelijk doen. Ja. Want wij hebben dat zelf in de video's al vaker aangegeven natuurlijk. Wat wij voornamelijk doen en wat voor ons het voornaamste doel is. Wij geloven, het klinkt altijd zo zweverig, maar wij geloven in de toekomst. En de groei van Bitcoin. Ja. Dus wat wij doen is, wij traden tegenover de Bitcoin, omdat wij onze Bitcoin positie willen vergroten. Ja. Wij willen zorgen, wij zien Bitcoin niet als... rond hem even af, $20.000. Mm-hmm. Wij zien Bitcoin niet als $20.000. Wij zien een Bitcoin als een Bitcoin. En die positie wil ik uitbreiden. Uiteindelijk op de lange termijn wil je die dollarprijs natuurlijk omhoog zien gaan. En wil je dat uitbreiden. Maar voor nu zijn we alleen maar bezig met die Bitcoin positie vergroten. Dus wij traden tegenover Bitcoin. Elk stukje Bitcoin wat daarbij komt is winst op je Bitcoin positie. En die winst, dat komt later in dollars. Omdat wij geloven in de long term. Visie van Bitcoin. Maar dan moet je er wel tegen kunnen. Dat geef ik wel gelijk aan de mensen mee. Want je portfolio gaat... Ja, tuurlijk. Want kijk, als die waarde van Bitcoin verandert, verandert ook de waarde van jouw portfolio. En wat je dan vooral in de gaten moet houden, en dat is al het eerste puntje. Mensen gaan het natuurlijk in een blokfolio zetten of hoe heet die andere dingen, andere apps. En dan zetten ze hem wel tegenover de dollars. Terwijl ze dan tegen een Bitcoin traden, dus meer Bitcoin proberen te vergaren, wat wij doen, dan moet je niet... Je mag er naar kijken, maar dan moet je niet laten leiden door de dollarwaarde van die portfolio. Want je kan dan dus niet zien aan de dollarwaarde of jij dus wel of niet goed bezig bent. Je moet dan alleen maar kijken, wordt mijn Bitcoin positie groter, ja of nee? Want je treedt op dat moment tegen de Bitcoin. Ja, maar ik ben toch bezig met een long-term investering op Bitcoin omdat ik meer dollars wil verdienen. Dus moet ik dat toch in de gaten houden? Ja. Nee, je hebt al lang, als het goed is... een plan gemaakt dat je weet waar je winst gaat nemen op je Bitcoin. Dus je houdt ergens, tuurlijk houdt die dollarprijs wel in de gaten, maar je bent niet elke dag alleen maar bezig met waar die staat. En uiteindelijk zorg je ervoor dat je dat plan ook echt gaat uitvoeren op de momenten die jij voor jezelf hebt ingeschaald. Ja, vind je dat nog iets te lastig, dan kan je kan sowieso al de basiskeuze iets makkelijker maken. Dat is gewoon, als jij verwacht dat Bitcoin in de komende tijd goed gaat performen, dan is het meestal verstandig om tegenover BTC-pairings te traden. Verwacht je dat er iets meer neerwaartse pressie komt, dus dat de Bitcoin zou kunnen wegvallen, dan is het verstandiger om tegen de USD value te traden. Dan kan je eventueel met meer USD uiteindelijk ook nog steeds in Bitcoin stappen. Dus je hebt heel veel kanten die je op kan gaan. En het antwoord past dus ook bij het poppetje. Jij bent uiteindelijk degene die kiest, wat wil ik gaan traden? Misschien wil je wel bijvoorbeeld een... stabiel inkomen. Ja, stabiel. Als je echt stabiel, als je iedere maand een vast bedrag ongeveer wil hebben, dan moet je het nog bij elkaar zien te trainen. Maar je wilt niet die fluctuatie.
dan moet je tegen iets stables gaan traden. Dat kan niet anders. Nee, en dan zit je niet op die volatiliteit te wachten van Bitcoin. Als jij een stabiel inkomen wil, dan ben je inderdaad bezig met dollars. Ja. Maar wat je net ook al aangaf, dat hoor je wel van heel veel mensen, dat ze dus van Bitcoin naar USD gaan switchen en op die manier traden. Dat is ook traden. Ja. Je kan van Bitcoin naar USD en terug om te profiteren van prijsfluctuaties. Dus je stapt in op Bitcoin als het laag staat, je verkoopt als het hoger staat. Dat is eigenlijk wat wij met aandelen doen. Het positie traden, dat is eigenlijk wat heel veel mensen met Bitcoin ook willen doen. Dan stappen ze uit en dan hopen ze dat hun analyse goed is en dan stappen ze lager. Op dollarwaarde stappen ze weer in. Maar wij hebben juist zoiets, normaal dat is hoe wij het doen. Als die analyse niet uitspeelt, krijg ik niet meer dezelfde Bitcoin-positie terug als die ik daarvoor had. Maar daarmee geef je dus ook het antwoord aan. Je wil meer Bitcoin. Dat is het enige ik vind die Bitcoin-positie belangrijker. En dat is hoe wij het doen. Kan je tegenover de dollar treden en zorgen dat je zo... Je kan gigantische klappers maken. Ja, maar als jij op een paar duizend dollar verschil met je hele positie uit bent gestapt en lager in dollars weer instapt, kan je gigantisch meer Bitcoin maken. Dat snap ik ook. Maar... wij willen dat risico niet lopen en wij willen zorgen dat de Bitcoin precies alleen maar uitbouwt en niet minder wordt. Het voordeel tegenover USD traden is gewoon dat je ongeveer weet als je rendement maakt wat je dus ook krijgt. De waarde is de waarde en wat je daarna mee doet kan je in Bitcoin stappen, kan altijd, maar je hebt een meer stabiele lijn. Treed je in Bitcoin, dan verwacht je, dan heb je al de persoonlijke verwachting, Bitcoin gaat groeien. Dus wat ik nu verdien allemaal al, dat gaat dadelijk compounden en dan krijgt dat explosie-effect, dan moet je wel geloven in Bitcoin. Als je tegenover Bitcoin treedt, moet je wel rekening houden dat je te maken hebt met een extra variabele. Want een stablecoin is vast, dus die is niet variabel, die beweegt niet. En juist omdat die variabele beweegt, de Bitcoinprijs, die beweegt, dus die verandert, heb je te maken met een extra variabele en dat maakt het moeilijk. En daarom zeg ik ook, kijk niet naar de dollarwaarde. Waar je dus ook rekening mee moet houden, wat belangrijk is bij die keuze. En je ziet nu al, het wordt best complex al. Als je dus met een USD pairing wilt traden, dan ga dan wel voor die grotere pairing. Omdat Bitcoin al die extra variabelen met zich meebrengt en dat zorgt niet voor meer rust. Dus je hebt wel een beetje rust nodig in die USD pairings. Want je ziet gewoon als jij tegen een USD pairing treedt, Bitcoin begint ook te bewegen. Dan gaat dat in jouw positie zo snel dat je die volatiliteit, want het is gewoon volatiliteit, dat je die niet kan opvangen. Nee. En dat is een heel ander verhaal. De technische analyse op basis van BTC en USD is ook heel erg anders. Mm-hmm. Want je ziet heel vaak dat je op een USD chart misschien al een level verliest of een level win. En dat is achter elkaar lopen. En daar moet je echt rekening mee houden. En dat is gewoon heel erg belangrijk, zeker voor beginners. We hebben dat de laatste tijd bij Ethereum heel goed kunnen zien natuurlijk. Dat de Ethereum USD heel anders was als de Ethereum tegenover de Bitcoin. Chart leek totaal niet op de USD chart. Nee, en wil je dan toch echt naar die kleinere pairingjes en je ziet dat toch bij altcoin traders. Ja, dan zou ik dat wel tegenover de BTC nemen. Maar hou er wel rekening mee. Als je daar een leveltje verliest. Volatiel. Ja, dat kan ook min 30% in een dag gaan. Dus je moet wel echt met je stoppies gaan traden en zo, weet je? Ja. Dat soort fouten, ik snap dat het bij een beginner voor kan komen. Zelfs bij iemand die al langer treedt, kan het een keer gebeuren dat vergeten wordt. Maar in de basis moet je dat niet meer kunnen vergeten, je stoplos. Ik zeg al, plak een briefje onder je beeldscherm, vergeet geen stoplos. Zorg dat je dat altijd doet. Wat ik al vaker aangegeven heb, een beginner moet zorgen dat hij zo min mogelijk of geen verlies maakt. Dat moet hij gaan beperken. En tegen welke pairing je dan ook treedt, dat geldt in elke pairing. Dat verandert niet. Treden verandert niet op wat voor termen. Maar je treedt zoals je treedt. Eigenlijk als je Bitcoin binnenkomt, als je echt Bitcoin binnenkomt, dan zeg ik gewoon pak BTC USD. Want dan heb je niet al een pairing tegen een pairing. Nee, dan heb je de main pairing. Ja. Bitcoin USD is de main pairing. Ja, maar dat is ook wat heel veel mensen als brandende vraag hebben. En wat heel veel mensen ook misschien wel verkeerd, waar mensen het zichzelf heel erg moeilijk mee maken. Ja. Wij merken dat zelf heel erg nu de 1-op-1 weer draaien met Vincent. Ja. En wij hebben dat in het begin ook heel erg gemerkt. Mensen willen traden. Wat gaan ze doen? Ze gaan 100 altcoins pakken en ze gaan ze allemaal traden. Traden. En het is veel makkelijker om als beginnende trader je te focussen op de grote pairing. Ga lekker Bitcoin USD traden en voor de rest
Nee, maar je moet het ver. Ja, maar ik wil heel veel traden. Ja, ik wil heel veel traden, dat snap ik. Maar je moet nog leren traden. Ja. Ga je eerst lekker focussen op Bitcoin tegen de US dollar. Dat is het meest stabiel als we het hebben over crypto's. Tuurlijk, crypto is altijd volatiel. Maar zorg dat je je focust op de grootste pairing, meeste volume. Iedereen treedt daarop. Zorg dat je daar je focus op legt. Daar is de meeste kennis over beschikbaar. De fundamentals zijn bekend. De technische analyses worden breed gedeeld. Omdat je het grootste is, werkt de TA daar ook het beste. Ja, maar je moet het ook gewoon vergelijken. Het is hetzelfde als ik bijvoorbeeld in stocks ga traden. Dat ik een keuze maak tussen een S&P 500 of een penny stock. Weet je? Dat is exact hetzelfde. En ik snap dat de mensen altijd... Ze willen snel, ze worden hebberig. Dus waarom zou ik BTC-USD gaan traden als ik ook... Link is misschien iets te groot al. Een ADA of een XRP tegen een USD gaat traden. Dat is al een heel ander effect. En je bakt die extra onzekerheid daar echt al mee in het begin al. Dus echt als je een beginner bent, begin gewoon bij de basis. De basis is gewoon BTC-USD. Ja. En wat je daarna gaat doen, wil je dan net zoals ons je Bitcoin-positie uit gaan breiden, kan je op een gegeven moment wat altcoins tegen de BTC gaan traden. Maar je voelt zelf wel wanneer je daar klaar voor bent. Je moet zorg eerst dat je op die main pairing winstgevend gaat draaien. Ja, dan kan je uitgaan. Dan kan je alle zorg kanten. Eerst dat één ding lukt en ga dat dan uitbreiden. Ja. En ga niet denken, ik ga heel veel dingen tegelijk doen, dan kijk wel even wat er lukt. Nee, zorg dat je eerst focust op één ding. En als dat lukt, ga dan zorgen dat je de rest erbij gaat pakken. Maar goed, wat moet je nou gaan traden tegenover Bitcoin of tegenover de US dollar? Dat heeft een beetje mee te maken wat je zelf wil en wat jouw insteek daarin is. En je ervaring. Ja, en je ervaring. Goed, tegen wat trade jij? Vinden wij altijd leuk om te weten. Laat even een leuke reactie achter onder de video wat jij vindt, wat jij doet, wat jouw manier is van traden. Vinden wij leuk om te weten. Wij traden tegenover Bitcoin omdat we meer Bitcoin willen vergaren. Laat even weten wat jij doet en hoe jij dat ziet. Vond je dit weer een toffe video? Druk sowieso even op het duimpje. Dat brengt de video weer hoger in YouTube voor ons. Abonneer op dit kanaal en druk op het belletje. Krijg je een notificatie als we een nieuwe video plaatsen. En onderaan de video komen uiteindelijk alle links terug naar www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform, ons Discord kanaal, supportlinkjes. Alles staat op de website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Later.